Blessy, blessy Odina ala lobby wang. We carry you welcome na ini adins futi debaka UDA arki, UDA luku ti de 8 September. We sa begin a era dins futi de na nga asingi sa itaki. Jesus, we e opo yu ning na hi. Jesus, we opo yu ning. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Beste broeders en zusters hier aanwezig, beste kijkers, van harte welkom op deze 23e zondag doorheen het kerkelijke jaar. Eén woord vandaag horen wij in het evangelie. Voor ons een vreemd woord, Ephetha, een Aramees woord dat Jezus gesproken heeft toen hij de doofstommen genas. De vraag die wij ons vandaag mogen stellen in deze dienst, na 2000 jaar christendom, is of wij nog altijd doofstom zijn of toch niet. Want als we niet doofstom zouden zijn, dus als we goed zouden kunnen spreken, goed zouden kunnen luisteren, dan kunnen we ons de vraag stellen vandaag, maar waarom gaat het niet altijd heel goed met deze wereld? Waarom zijn er nog zoveel domme dingen, stomme dingen die gebeuren? Alsof de mens niet luistert, alsof de mens niet kan spreken, want als hij spreekt, we zien dat vaker op tv, in het parlement of zo, dan wordt er gevochten. Dus we zijn blijkbaar nog niet in staat om ons helemaal open te stellen. Ephetha, ga open voor wat God ons wil zeggen. Daarom willen wij, zoals altijd, iedere Eucharistieviering, eerst om vergeving vragen. Ik denk dat dat de eerste goede weg is om Jezus in ons het hart te openen. Omdat wij vastklampen aan onze tekorten, aan onze zonden, is het niet altijd mogelijk voor God om ons hart open te trekken. Laten wij daarom stil zijn en eerlijk om vergeving vragen voor al die dingen die ons binden, die ons verhinderen, om God in ons te laten spreken en te laten handelen. Omdat wij zo deze Eucharistie goed en waardig kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons hart openen en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u. Thank you.
bidden. Heer onze God, alleen zij die niet willen zien, zijn blind. Alleen zij die niet willen horen, zijn doof. Wij vragen u, maak ons open, ontvankelijk voor al het goede dat gij door mensen bewerkt, zodat wij van u kunnen getuigen. Alles heeft hij wel gedaan. Dat vragen wij door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan nu luisteren naar de eerste lezing, die gehaald is uit Jesaja 35, vers 7, tot en, vers 4 tot en met 7. De eerste lezing uit de profeet Jesaja. Spreek tot allen die moed verloren hebben, vat moed en vrees niet. Uw God komt om de wraak te voltrekken. God komt om te vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal spreken. De lammen zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Ja, in de scheppen zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn. De dorre vlakte wordt een vijver, het dorstige land één waterbron. Tot zover de eerste lezing. Als antwoord op de lezing zeggen we allemaal, de Heer zal ik loven mijn leven lang. De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft hij recht. De Heer zal ik loven mijn leven lang. De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft hij de vrijheid. De Heer zal ik loven mijn leven lang. De ogen van de blinden opent de Heer, gebrokenen richt hij weer op. De Heer zal ik loven mijn leven lang. De Heer bemint de rechtvaardigen, de Heer behoedt de ontheemden. De Heer zal ik loven mijn leven lang. De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat hij verdwalen. De Heer zal ik loven mijn leven lang. De Heer is koning in eeuwigheid, uw God, Sion, heerst over alle geslachten. De Heer zal ik loven mijn leven lang. Wij gaan nu luisteren naar de tweede lezing. De tweede lezing gehaald uit Jacobus 2, vers 1 tot en met 5. God heeft de armen uitverkoren tot erfgenamen van het koninkrijk. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Broeders en zusters, gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, verbind tot geloof toch niet met partijdigheid en vleierij. Ik bedoel dit. Veronderstelt er treedt in uw samenkomst een man binnen, keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers. En tegelijkertijd komt er ook een arme aan in schamele kleren. Als gij nu opziet tegen de rijk geklede man en hebt een ereplaats aangebied, terwijl gij tegen de arme zegt, blijf daar staan. Of ga hier op de grond zitten bij mijn voetbank. Maak gij u dan niet schuldig aan een kwartaardige discriminatie? Luister, lieve broeders en zusters,
God heeft de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. En erfgenamen van het koninkrijk, dat hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Tot zover de tweede lezing. Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Decapolis. Men bracht een doofstomme bij hem en smeekte hem dat hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem: Effeta, wat betekent ga open. Terstond gingen zijn oren open en werd de band van zijn tong losgemaakt zodat hij normaal sprak. Hij verbood hun het aan iemand te zeggen, maar met hoe meer nadruk hij dat verbood, des te luider verkondigen zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: Hij heeft alles weggedaan, hij laat doven horen en stommen spreken. Woord van de Heer. U het gezang, U alle glorie, O Vader, O Zoon, O Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Beste zusters en broeders, Jezus geneest een doofstomme. Het is in een streek waar normaal de Joden, de trouwe Joden, niet woonden, Decapolis, een heidense streek. Vandaag zou men kunnen zeggen, anders gelovigen. Daar gebeurt het wonder. Alsof men hier wil zeggen, in het evangelie van Marcus, en bij eigen volk lukt het blijkbaar niet. Blijven de mensen doof en stom. In een ander gebied doet Jezus dan dat wonder. Bijna om te zeggen, kijk, het is van elders, van een andere plaats,
van een andere kerk, zouden we ook kunnen zeggen vandaag, dat er misschien hoop en verlossing komt. Redding. Het is natuurlijk een, als we het zo interpreteren, een beetje een scherpe, kritische taal. Maar ik denk dat we het zo mogen lezen. Ook als we naar de tweede lezing kijken, bij Jacobus, daar zien we dat de kerk is pas begonnen, enkele tientallen jaren. Dus de christenen vormden een eigen kerk, niet hetzelfde dan de Joden deden die in de tempel gingen bidden. Zij gingen in huizen bidden, wat dan later de kerken geworden zijn. En ze zijn verschillend van de andere geloofsgenoten. Want zij delen het brood bijvoorbeeld, de Eucharistie, dat was toen het nieuwe. En er zijn al problemen, ze zijn nog maar enkele tientallen jaren bezig en er zijn al problemen. Er is, staat hier heel duidelijk geschreven, discriminatie. Discriminatie betekent weer dat wij ons sluiten in onze eigen logica, in onze eigen traditie misschien, of manier van doen. En dat is juist het christendom. Het christendom is vernieuwing komen brengen. Wat Jezus heeft gebracht, is zelfs vervulling van het oude. Jezus heeft zo moeten trekken en duwen en schaven aan dat oude. Niet om het dus af te schaffen, integendeel, om het weer te maken zoals het bedoeld was door God. Ga open, effeta, betekent, dat is ook mooi dat wonder dat Jezus doet, hier bij Marcus, hij raakt hem aan, hij maakt speeksel. En hij raakt dus, hij steekt zijn vinger in de oor. Dat doet ons bijna denken aan de schepping, het tweede scheppingsverhaal. Waar God boetseert. Hij is met klei bezig en hij moet zelfs blazen in de neus van de eerste mens, opdat hij zou leven, ademen. Dus het is heel concreet voorgesteld. En ook hier weer. En dan kijkt Jezus naar boven en zucht hij. Dus ook weer om te zeggen, God, schepper, mijn vader, komt tussen beiden. Wij kunnen het niet. Wij gaan, als wij het op onszelf doen, met onze eigen kracht, gaan wij terugvallen in die discriminatie, of in die ongelijkheid, of in die moedeloosheid, zoals wij gehoord hebben van de eerste lezing. Wij moeten naar boven durven kijken. Wij moeten het concreet met onze handen aanpakken. Het is niet alleen met woorden op te lossen. We moeten structuren veranderen. We moeten ander gedrag hebben. Anders gaat het niet lukken. Zo zou men het kunnen interpreteren. En hij roept dan, hij zucht dan, effeta, ga open. En de man spreekt weer, zijn tong komt los, hij hoort weer. Dus het is eigenlijk om te zeggen, mensen, als jullie op jezelf betrokken zijn, niet meer openstaat voor de buitenwereld, dan is het gevaar groot dat wij leven vanuit ons egoïsme, vanuit onze kleinheid, vanuit onze beperktheid. En dat zien wij in de hele Bijbel vanaf het begin. Het is goed begonnen, moeten we blijven zeggen. Het is goed begonnen. Het was zelfs heel goed op de zesde dag, zei God. Maar toen het dan begon met de mens, is het, eigenlijk mogen we niet zeggen verkeerd afgelopen, maar niet helemaal zoals God het gewild had. Want de mens, het ging allemaal goed. Hij schaamde zich voor niets. Dus hij was rein, heilig, paradijs. En dan plotseling begint hij toch van, maar waarom mag ik dat niet? Ik ben toch ook een God. Ik mag dat toch ook eten of ook nemen of mij ook zo gedragen. Waarom zou het niet mogen? Ook al heeft hij, God, de Vader, de Schepper, ons gezegd van die boom moet je afblijven. Maar dat is de mens. Hij luistert niet. Hij wordt weer doof. Hij kan niet meer goed spreken. Hij begint te stotteren. En hij is lam, zoals in de eerste lezing.
God heeft alles gegeven om niet lam te zijn, om staande te blijven, maar omdat, dat is dan het volk, ja, Israël, dan zitten we bij Jesaja, dat heeft het volk ook in de woestijn en ook daarna toen ze al in Canaan waren, waar alles voorhanden was, maar waar ze ook weer met goden begonnen van de andere volkeren, dus niet meer trouw aan die ene God, dan naar luisteren. Toen waren ze verlamd, ze zijn zelfs in ballingschap, ze hebben als slaaf moeten leven weer, al in Egypte. En toen bevrijd, maar die bevrijding heeft blijkbaar ook niet geholpen voor hen. Ze zijn weer in ballingschap moeten gaan in Babylon. Dus de mens, om het eerlijk te zeggen, is een moeilijk wezen. Maar God heeft gelukkig zoveel geduld. Wij hebben altijd de neiging om doofstom te worden. Doofstom betekent dus, wat buiten ons is, horen wij dat niet meer. En dat is niet alleen God, want er zijn zelfs volkeren, culturen, die zo geseculariseerd zijn, zoals men zegt, die zeggen, ja, God, of hij bestaat of niet bestaat, voor ons bestaat hij niet. Wij doen wat wij willen en hoe wij het zien. Ja, wacht maar, ik ben geen profeet, maar dat kan niet goed aflopen als je God uitsluit. Maar ook de medemens. Wij zeggen vaker van, ja, die persoon, die ken ik niet. Dat is een vluchteling of die komt uit het buitenland. Daar heb ik niets mee te maken. Dus die moet mij niet komen storen. Dat is één houding die we kunnen aannemen. Maar dan zijn we in zekere zin doofstom. Dan hebben we muren gebouwd om ons heen. Of kijk naar de natuur. Het hoeft zelfs geen mens te zijn of iets goddelijks, iets spiritueels. Zelfs de natuur, die zogezegd niet kan spreken, maar die ook spreekt op zijn manier. Als de bomen verdorren, als er niets meer groeit, als er woestijn komt. Dat is onze schuld. Of toch voor heel veel zitten wij mensen daartussen. Omdat wij het een beetje te bond maken hier op aarde met onze industrie of met onze welvaart en denken dat alles kan, dat is een teken dat wij doofstom zijn om de natuur te beluisteren. En men zegt hier in Suriname altijd van de inheemsen, zij waren in harmonie met de natuur. Zij verstonden de natuur. Zij wisten hoe er in leven in die natuur. Hoe respect hebben voor wat ons gegeven is. Maar als we dat niet meer hebben en denken wij kunnen alles doen, wij moeten rijker worden, wij moeten meer hebben, dan zal het zover komen dat wij ons eigen graf aan het graven zijn, aan het voorbereiden zijn. Dus dat woordje epheta, ga open, is toch wel een heel kritisch woord, waar wij ons vandaag ook als kerk voor moeten voorbereiden, iedere dag opnieuw. Iedere dag, wanneer we eigenlijk wakker worden, opstaan, zouden we dat misschien moeten bidden aan God of vragen aan Jezus van, zeg het nog eens, Jezus, want ik ben nog een beetje gesloten, ik ben nog een beetje doof, ik kan nog niet goed spreken, of ik denk dat ik het weet, maar mijn kennis is toch beperkt. Help mij om open te breken, om uw adem weer in mij op te nemen, dat ik een nieuw mens word, een bevrijdend mens voor anderen. En dan kan men als kerk, want dat moet men niet individueel doen, ik denk dat we ook mogen zeggen dat wij als kerk, als geloofsgemeenschap, samen Epheta moeten beleven. Dan zullen mensen zeggen, zoals wij het gehoord hebben in het evangelie, waar dus heel duidelijk staat dat zij blij waren, ze moesten wel zwijgen. Jezus had gezegd, nee, je moet dat niet rond vertellen, niet rond bazuinen. Maar je moet blij zijn dat die man genezen is, maar hou het voor jezelf en leef eruit. In plaats van het in de publiciteit te zetten, dan wordt het weer iets oppervlakkigs. En waar men dus zei, ja, dat hij zoveel weldaden deed aan de mensen, dat zelfs een dove of een doofstomme weer kon spreken en horen. Die weldaad, die kunnen wij ook brengen als kerk. Dat is onze missie, dat is onze taak. De vraag is of wij dat gemeenschappelijk, synodaal doen. Of zijn wij
misschien nog te vaak bezig individueel in onze kerk. Of wij doen onze ritus, gelijk bij Jacobus, men deed de Eucharistie, maar je moet de Eucharistie zijn. Je moet, als je Eucharistie doet, waar wij allemaal broers en zussen van elkaar zijn, maar daar komt een rijke binnen en die krijgt een ereplaats en de arme wordt gezegd, ga maar op de grond zitten. Ja, dan zijn wij doofstom. Dan hebben wij niet begrepen wat Jezus is komen brengen. Hij zegt, jullie zijn gelijk aan elkaar. En jullie moeten elkaar ondersteunen. En wij maken dan toch weer onderscheid. Ook in onze kerk gebeurt dat. Dat er discriminatie gebeurt. En dan is dat een teken, een heel duidelijk teken, dat wij nog niet voldoende geluisterd hebben naar Jezus. Of ons hebben laten openen. Ons hebben laten aanraken. Want Jezus, als wij willen bekeren, dan raakt hij ons aan. En misschien hebben we dat niet altijd graag. Zeggen we, man, blijf van mij af. Dat kan een beetje pijn doen, als Jezus ons aanraakt. Het kan zelfs gaan tot het kruis. Daarom heeft Jezus ook gezegd, zwijg maar. Want als je echt wil dat ik jullie genees, jullie openbreek, dan kan er een dag komen dat je zelfs met mij op het kruis moet komen. En pijn moet lijden. En als je na dat nog zegt, ik leef, de Heer leeft, dan is het goed. Dan mag je het over praten. Maar anders is het beter dat je het nog bewaart in jezelf. Laten wij ook bereid zijn, als het moeilijk wordt, als het ons pijn begint te doen, om toch te luisteren naar God, naar zijn stem en zijn werk te doen, om dan toch te kunnen zeggen, ja Heer, zeg het maar. Zeg maar even dat. Ik ben bereid om dingen los te laten, om u weg te volgen. Om opdat uw rijk uiteindelijk hier bij ons mag komen. Amen. Laten wij nu staan en samen ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter hele, de derde dag verrezen en de doden. Die opgestegen is in de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Maar daar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Goede Vader, u bent een Vader die ons hart wil openen, opdat wij met uw kracht zouden kunnen spreken, lopen en luisteren naar uw woord. Daarom willen wij nu ook onze gebeden, onze zorgen aan u toevertrouwen, opdat wij steeds dichter bij u mogen komen en uw kracht, uw nabijheid in ons mogen ervaren. Bidden wij vandaag voor alle scholieren. Scholieren die met vakantie zijn, waar ze ook zullen zijn of waar ze ook zullen gaan, Vader. Naar binnen of naar het buitenland, of zij die ook gewoon thuis zitten. Zij die arbeid zullen verrichten, Hemelse Vader. Wij vragen u, Vader, uw totale bescherming over deze kinderen, Vader. Wees u met hun, Vader. Leid u ze door deze vakantie heen, Vader, door kracht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam, amen. Laat ons bidden. Masra itawan lisi we konayu fesi almachtig garo na himo
Papa, na die moment die garo, je wan die acties besloot masra. De wan die de na nga noot, na nga pijn, na nga verdriet masra. De wan die lasi wan lobby wan voor de masra. Gado we actie na you masra. You kracht die papa, voor kan troost de masra. Taki, ano a lasi masra, ano a pijn garo na alasani. Ma masra, you sagi de kracht die papa, voor look up na you en voor go moro fara na nga you masra. Na in Jesus name, make it we beggy. Laten wij ook bidden voor onszelf, opdat wij bereid mogen zijn de woorden van Jezus, Effeta, ernstig te nemen. Dat wij mogen aanvaarden dat wij dat woord ook nodig hebben. Dat wij ons hart en ook ons verstand mogen laten openen door de Heer, die iedere dag dieper in ons geworteld wil zijn. Dat wij zo zijn dienaren, zijn discipelen, leerlingen mogen zijn en ook zijn missionarissen, om te spreken zoals Hij het wil en te doen zoals Hij het wil. Laat ons bidden. En bidden wij ook voor al de overledenen van onze parochies, van onze familie, van onze buren, daar waar wij wonen en werken, dat zij in vrede mogen zijn bij de Heer. En vooral voor de nabestaanden die treuren, die het misschien niet altijd goed kunnen verwerken, dat zij ook onze nabijheid mogen ervaren. Dat wij een teken van troost en kracht mogen zijn in hun pijn, in hun droefheid, opdat zo Gods hand en sterkte ook zichtbaar mag zijn vandaag. Laat ons bidden. Goede Vader, al deze gebeden willen wij op uw altaar plaatsen samen met brood en wijn. We willen ook onszelf aanbieden, want uiteindelijk zijn wij gemaakt door u, zijn wij van u. Dat wij zo uw dienaren mogen zijn en uw koninkrijk hier op aarde mogen opbouwen volgens uw wil. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God.
Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, van al wat leeft. En bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Algoede Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van Heer zijn Heilige Kerk. Heer, rond brood en wijn vormen wij de gemeenschap die de liefde van Jezus wil gedenken. Wij vragen u, maak ons open, ontvankelijk voor de gaven van uw heilig gastmaal, waar iedereen gelijkwaardig is en waar iedereen respect verdient. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk, want als eerste gaven bezitten wij de geest, die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij dank met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze, blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde,
heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en vele mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedigen deze geest, bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Karel en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, ook met de zalige Petrus Donders, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 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 En laat ons nu bidden met de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, vooral van het kwaad dat wij ons opsluiten in onszelf. Dat wij de kettingen die gij zijt komen bevrijden, dat wij die weer opnieuw aanspannen in ons leven en niet naar buiten willen kijken. Geef daarom vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle angst en onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid van eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let daarom niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Amen. Met uw geest. Broers en zusters, wie stand elkaar vrede. Vrede. Bijna zijn we er. She can't tell me if you love my Jesus. She can't tell me if you love my Lord. I want to know, I want to know if you love. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm je over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm je over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat je tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. We zijn bijna gekomen aan het eind van deze Eucharistieviering. We gaan u allen samen bidden met de Pater het slotgebed. Laten wij bidden tot God. Heer, gij vervult ons hart met vreugde en dankbaarheid, nu wij uw Zoon hebben erkend bij het breken van het brood. Hij die ons geleerd heeft dat leven niet betekent hamsteren, verzamelen, rijker worden, maar juist geven en breken en delen met elkaar. Wij vragen u,
Geef ons de geest van ware onthechting en de bereidheid ons te laten openbreken door uw woord, zodat wij niemand iets schuldig blijven, onze naasten beminnen en uw geboden kunnen onderhouden. Door Christus onze Heer. Amen. We wensen dan iedereen nog een heel gezegende week toe. We zijn nu in het midden van de vakantieperiode. Een periode dat we het wat rustiger aan doen, wat minder vergaderingen en wat minder geplande activiteiten. Misschien een gelegenheid om dat woord van Jezus ook tot ons te laten spreken. Effeta, ga open. Dan moet eerst wat rust komen vaak om ons hart te openen en om ook andere geluiden en andere klanken te kunnen opnemen. Dat Jezus zo tot ons mag spreken in deze vakantietijd. De Heer zij met u. En zegene u dan de algoede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u alle heen en vrede. Gaat u alle heen en vrede. Dank u. We konden het einde voor de gerestivering van vandaag. We wensen een mooie en een blessing naar iedereen en te tralisie.